Ja, goedemorgen jongens en meisjes. Hier weer meester Kees vanuit de zon. Kijken of we hier het weer zo goed mogelijk in orde kunnen krijgen. En als het weer straks nodig zou zijn, gaan we gewoon weer even pauzeren. Maar ik hoop dat het allemaal goed doorkomt. Het blijft altijd een beetje spannend met die techniek, hè? Of het allemaal weer, weer goed komt. Ik heb dat ook zo vaak meegemaakt in zalen bij verkiezingen en zo met microfoons, dat het toch allemaal weer fout ging. En dan vroeg je wel eens af, hoe kan het nou dat we zelfs naar de maan kunnen, maar die microfoons nog altijd niet even goed werken. Maar gelukkig gaat er ook heel veel goed. Ik ga weer gauw verder. Vraag 7 zijn we inmiddels. En dat was een vraag van de Ebenezer School in Schravenzanden. En die zegt, wat vinden uw kinderen ervan dat u lijsttrekker bent geworden? Nou, onze kinderen zijn nu inmiddels al wel weer best wat ouder. Alweer 17 en 19. Maar toen ik lijsttrekker werd, dat is alweer ook al heel wat jaren geleden, 11 jaar geleden, in 2010. Dus toen waren ze natuurlijk een stuk jonger. Maar eigenlijk is het antwoord op de vraag dat ze het heel gewoon vonden. Het was eigenlijk niet echt iets heel bijzonders, want ze wisten niet beter. Al toen zij geboren werden, zat ik al in de politiek. Dus zij weten eigenlijk niet anders dan dat ik Tweede Kamerlid ben. Wat ze wel zo is dat ze me wel eens aanspreken en zeggen van, hé, papa, daar moet je in de politiek eens iets van zeggen. Ik weet nog, al heel lang geleden, toen de oudste, Michael, nog op hier met de school met de Bijbel in Benthuizen zat. Toen liepen we naar school en waren er heel veel bladeren en daar gleed fiets uit in de bladeren. En Michael die sprak mij gelijk bestraffend aan en zei, papa, die bladeren moeten opgeruimd worden, daar moet je voor zorgen. Ik zei, ja, maar dat doen we niet in Den Haag, dat is ook weer de gemeenteraad. Maar dat doen de kinderen altijd, deden de kinderen altijd wel. Van bij alles wat er gebeurde, zeiden ze, papa, let op, hier moet je wel iets mee gaan doen. Dan ga ik naar de vraag van Vienna van der Wellen. En die zegt, hoeveel slaapt u eigenlijk in deze drukke tijd? Nou, Vienna, gelukkig gaat dat best goed. Over het algemeen maak ik gewoon mijn normale uren. Zeg maar zo'n 7 uur of zo wat per nacht. Ik hoor niet bij die mensen die zeggen, nou, ik slaap 3 uur en dan is het prima. Ik heb echt wel mijn uren nodig, hoor. En soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld vorige week dinsdag, heel ingewikkeld. En dat debat begon om 1 uur 's middags en dat stopte om 2:30. Ja, niet 2:30 een half uurtje later, maar 2:30 in de nacht. En eer dat je dan thuis bent, dan is het 2 uur. En ik kan dan niet, als ik de hele tijd druk met debat ben geweest, dan zit je hoofd eigenlijk nog een beetje vol. Dus dan moet ik even rustig in de stoel, nog wat muziek luisteren of zo. Nou, nog wat lezen. En dan kan ik pas een uurtje later gaan slapen. Dus het was denk ik 3 uur dat je op bed ligt. Ja, dan is het natuurlijk wel een kort nachtje. Maar ik ben blij als dat niet zoveel het geval is. Want ik hou toch wel ervan om gewoon een beetje normaal mijn nachtrust te kunnen hebben. En het is trouwens ook belangrijk, hè, in deze tijd van corona, dat je goed op je nachtrust let. Nachtrust, bewegen, moet je goed op letten. Nou, dan gaan we nu weer naar een filmpje. Een filmpje van Rens Vlag. Hallo meneer Van der Staaij. Ik heb een vraagje aan u. Stel, de SGP zou de grootste partij worden van Nederland. En u zou minister-president worden. Wat zou u dan willen veranderen? Ja, dankjewel voor deze vraag. De vraag is van Rens Vlag, zoals ik al zei. En volgens mij is dat de zoon van onze campagneleider, André Vlag. Dus dan merk ik dat er ook wel weer bij jullie thuis over politiek wordt gesproken. Want ik vind dat hij wel een hele goede vraag heeft. Namelijk, stel je voor dat de SGP nou de grootste partij is, hè, en dat ik premier zou zijn, wat zou je dan veranderen? Nou, er zijn heel veel punten die ik zou willen veranderen, die de SGP zou willen veranderen. Maar als ik nou eens begin met ABC, noem nou eens 3 dingen, ABC, dan zou ik zeggen, nou, de A van abortus. Ik zou veel meer mensen helpen die eigenlijk een kindje verwachten, terwijl ze dat eigenlijk niet de bedoeling was. En die er heel erg tegen opzien. Nou, dan, als er bijvoorbeeld woonruimte tekort is, dan moet je die woning nood aanpakken, dat er te weinig huizen zijn, moet je oplossen. Maar niet voor abortus kiezen. Dus ik zou ook de abortuswet dus ook willen stoppen en mensen beter willen helpen.
Nou, ik zei ABC, dan zou ik denken aan de B van belastingen. Die zijn voor gezinnen nu vaak te hoog en verkeerd. Ik vind meer geld naar gezinnen. Vooral ook als er bijvoorbeeld één werkt en de ander meer thuis is en voor de kinderen zorgt. He, dat je vader werkt en mama thuis is en voor kinderen zorgt. Dan zegt eigenlijk nu de politiek, oh, maar we willen dat iedereen werkt en dan krijg jij een soort boete in je belastingen. Moet je heel veel belasting betalen? Ja, dat is niet eerlijk. We vinden dat alle gezinnen, hoe precies dat ook is, of je nu wel of niet allebei ook werkt buitenshuis, dat je evenveel belasting moet betalen als je met elkaar ook aan geld verdient. Dus dat is echt ook een heel belangrijk punt. Nou, en de C ga ik even naar het buitenland, want we zijn niet alleen in de politiek voor het binnenland, maar ook moeten kijken naar wat er in het buitenland gebeurt. En dan zou ik denken, de christenvervolging in zoveel landen, die zouden we ook eens moeten aanpakken. Weet je, ik ben wel eens in Nigeria geweest, een paar jaar geleden, om daar eens zelf te gaan kijken en te horen van mensen hoe ze zomaar een dorp overvielen van een bepaalde groep, Boko Haram heette die, van terroristen en mensen ook doden om hun christelijk geloof. Dat vind ik heel erg. En ik vind dat we daar echt veel meer ook in de politiek werk van moeten maken. Want zeg nou zelf, daar hoor je echt helemaal niet zo heel veel mensen over. En dat is zo'n punt. Nou, als wij de grootste partij zouden worden, en dan worden we niet de grootste partij, dan doen we het nog. Maar dan zeker, dan zou ik daar zeker ook werk van maken. Nou weet je, ik heb nu ABC gedaan, maar ik kan eigenlijk wel tot het hele alfabet af, maar daar is de tijd niet voor. Maar dat zijn een paar belangrijke punten die ik even mij als eerste te winnen schoten. Dan gaan we nu naar corona vragen. Dat is natuurlijk iets wat ons allemaal ook heel erg bezighoudt. En allereerst kom ik bij vragen van een vraag van de leerlingen van groep 7 en 8 van de Willem de Zwijgerschool in Hendrik Ido Ambacht. En die zegt, vindt u het goed hoe de regering met corona omgaat? Mooie vraag. Nou, laat ik er dit van zeggen. Ik vind dat er heel veel goede maatregelen door de regering worden genomen. Wij hebben heel veel maatregelen gesteund. En wij zijn eigenlijk ook aardiger voor de ministers dan heel veel andere partijen in de Tweede Kamer. Dat zijn meer echte oppositiepartijen die zeggen, eigenlijk zou dit kabinet weg moeten en er morgen een ander kabinet moet komen waarvan wij dan eens eventjes het allemaal beter zullen doen. Ja, dat vinden wij als SGP eigenlijk een beetje te makkelijk. Want weet je, het is gewoon heel moeilijk. Het is gewoon heel moeilijk om de goede maatregelen te nemen. De een zegt, ik vind het te streng. De ander zegt, ik vind het te slap. Nou, ga zo maar door. Maar wat wij heel goed vinden van de maatregelen, is dat er echt wordt geprobeerd dat iedereen in het land, ook bijvoorbeeld oude mensen die heel erg ziek zijn, dat die wel ook in het ziekenhuis geholpen kunnen worden. Dat die wel zorg kunnen krijgen. En als er geen maatregelen genomen zouden worden, dan zou dat echt betekenen dat de ziekenhuizen in korte tijd totaal vol zouden lopen. En dat bijvoorbeeld jouw opa of oma of vader of moeder dan ook wel eens geen zorg zou kunnen krijgen in het ziekenhuis. Terwijl ze wel bijvoorbeeld een hele zware longontsteking hebben en zuurstof nodig hebben. Of misschien nog erger aan de intensive care terecht kunnen komen. Dat ze, als er wel plek is, geholpen kunnen worden. En als er geen plek is, niet geholpen kunnen worden. Dus daarom begrijp ik het heel goed en werd dat ook veel gesteund, dat de regering ook zegt, ja, we moeten hele vervelende, pijnlijke maatregelen nemen, maar dat is wel nodig. Dus dat is waarom dat wij heel veel steun geven. Je kan wel zeggen 95% van de maatregelen steunen. Natuurlijk niet alles, want wij moeten wel als politiek ook steeds kijken van, ja, maar is dit nu echt precies nodig? Want er zijn voordelen aan een maatregel, maar er zijn ook weer nadelen. Er kunnen ook weer mensen die er heel erg veel last van krijgen. Nou, daar komen we nog wel op. Dus we steunen niet alles, maar wel heel veel. En nog één punt, wat ik als SGP, als partij met de Bijbel, ook wel belangrijk vind. Weet je wat ik wel soms mis bij het kabinet, bij de ministers? Dat ze ook zeggen, wij doen heel veel maatregelen, dat is belangrijk. Maar wij zijn ook maar kleine mensen die zien dat wij niet alles naar onze hand kunnen zetten. Dat wij niet met één druk op de knop alles goed kunnen krijgen. Laten we vooral ook de Heere vragen om zijn hulp. En laten we hem om wijsheid vragen. Dat mis ik wel in het beleid.
Dat zou eigenlijk mijn belangrijkste punt zijn wat meer zou moeten gebeuren. Ja, en dan de tweede vraag, Koert Blok en ook van Hans de Hertog. Hans den Hertog over corona, dat is... En Marijn Bolier zie ik er nog bij staan. Wat vindt u van de onrust, de rellen in het land? En wat is daartegen te doen? Nou, zijn jullie ook zo geschrokken van die rellen? Ik stond er toch wel van te kijken. Ik snapte best wel dat er wat broeide en dat hier en daar mensen het heel moeilijk hadden. En dat er ook gewoon relschoppers zijn die hun kans schoon zien dat als er ergens een relletje is, dat ze er ook wel even bij willen zijn om een beetje te vechten met de politie. Dus ik vind dat, nou, wat vind ik ervan? Ik vind dat heel erg dat er vernielingen worden verricht. En dat er politieagenten met stenen wordt gegooid naar politieagenten. Dat de spullen kapot worden gemaakt. Dat kan natuurlijk niet. Dat slaat ik nergens op. En dat moet ook echt hard aangepakt worden. Dat gebeurt ook, dat de politie erop afgestuurd wordt. De ME, de mobiele eenheid, dat zijn er weer bepaalde politiemensen die weer extra getraind worden. Je weet wel, met die schilden en zo, met die helmen op, om echt bij grote onrusten ook stevig te kunnen optreden, vinden we heel goed. En ik vind ook dat mensen echt wel een zware straf mogen krijgen als ze hier aan die rellen meedoen en als ze vernielingen verrichten. En wat ik ook nog belangrijk vind, is probeer ook op tijd... Van de gemeente, de burgemeester, jullie burgemeester heeft er ook een hele belangrijke rol in. Dan moet je ook wel aan denken dat hij ook met mensen van de gemeente altijd heel druk is om ook te kijken hoe kunnen we het veilig houden voor iedereen in de gemeente. Nou, dat de gemeente en de politie ook eigenlijk goed mogelijkheden moeten hebben om te kijken wie er al via sociale media, via Facebook of appgroepen of noem maar op, dat ze eigenlijk elkaar zitten te ophitsen. We noemen dat met een deftig woord in het wetboek opruiing. Nou, die opruiing, die moet wel aangepakt worden. En je moet eigenlijk vroeg kijken wie dat doet en die ook proberen in de kladden te grijpen. Nou, dat dus. En ik hoop dat het snel minder wordt. En dat jullie er in ieder geval ook niet later niet aan mee gaan doen. En tegen andere mensen zeggen, doe even normaal joh. Je mag overal iets van vinden, maar we gaan niet... geweld gebruiken. Dat kan echt niet. Nooit. Dan gaan we nu naar een filmpje. Een filmpje van Julia van Nifterik. Meneer Van der Staaij, waarom horen we zo weinig over een medicijn tegen corona, maar alleen over vaccins? Groeten Julia van Nifterik van de Rebeldschool op Heusden. Dankjewel voor je vraag, Julia. Waarom horen we zo over een vaccin en niet over een medicijn tegen corona. Ja, ik herhaal het nog maar even, want ik weet wat in het filmpje wordt gezegd, maar op dit moment dat ik hier nu achter de tafel die vragen zit te beantwoorden, zie ik eigenlijk het filmpje niet direct. Snap je? Maar wat ik daarvan vind, nou, dat is inderdaad dat ook medicijnen ontzettend belangrijk zijn. En gelukkig gebeurt er wereldwijd ook heel veel om ook medicijnen verder te ontwikkelen. Dat is ook een heel moeilijke klus, hè? Om goede medicijnen te maken, maar die zijn er al wel inmiddels ook voor coronapatiënten. Vooral ook bijvoorbeeld als je al in het ziekenhuis ligt, dat er dan ook met medicijnen nog voor gezorgd kan worden dat ze hopelijk wat korter in het ziekenhuis liggen. Daar horen we minder over, omdat er veel meer eigenlijk aandacht is voor een vaccin. En dat is niet altijd terecht, maar ik snap het ook wel weer. Omdat met een vaccin ben je eigenlijk wel natuurlijk nog één stap eerder. En dat is dat ze daarom het vooral ook mee bezig zijn. Dan kan je ook nog proberen te voorkomen dat iemand ziek wordt. En wat ik al zei, dat is één stap eerder. Hoorden jullie trouwens ook die schoolbel? Gevangen op school. Omdat de ouders werken bijvoorbeeld of om andere redenen. Gelukkig kan dat ook nog wel. Nou, daar kom ik trouwens gelijk al op. Het leek wel of die schoolbel over de schoolvraag ging. Want er kwamen heel veel vragen binnen van jullie over de sluiting van de scholen door corona. En nou, je kan eigenlijk wel zeggen, dat filmpje wat er nu aankomt van Gerike, Clarina en Erold Everts, is eigenlijk wel namens alle kinderen. Goedemorgen meneer Van der Staaij.
Ik ben Gerike. Ik ben Clarina. En ik ben Erold. En we zitten op de DMA de Lutherschool in Puntrust. We hebben een vraag voor u. Wat vindt u ervan dat de scholen zo lang dicht zijn? Doei. 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 Ja, die schoolsluiting. Weet je, we kunnen het lang maken en we kunnen het kort maken. Maar ik denk dat het voor heel veel leerlingen in het begin misschien wel even leuk leek dat de school dicht was. Maar dat je nu allemaal weer blij bent als je wel weer gewoon gezellig met de andere leerlingen, met je klasgenoten gewoon op school kan zijn. Dus ik vind het gewoon heel vervelend, heel verdrietig dat de scholen dicht zijn. Ik begrijp het wel, hè, vanuit de politiek, dat het nodig was. Omdat zeker ook, bijvoorbeeld einde van het jaar, ik herinner me nog op Oudejaarsdag, dat we nog ook met de minister spraken, via de telefoon, nog met een aantal fractievoorzitters. En dat hij ook vertelde, ja, Tweede Kamer, jullie hebben ook al gevraagd of die scholen echt zo kort mogelijk dicht konden zijn en dat die zo snel mogelijk weer open zouden gaan. Maar het is echt heel lastig, want er is ook nog weer een nieuwe variant opgedoken. Hè? Een Engelse variant. Dus hè, jullie hebben ook wel gehoord, zo'n virus, dat verandert soms ook weer. Dus het kan ook weer zijn dat er nog weer een soort neefje van een virus komt, die net weer zich anders gedraagt dan de rest van de familie van het virus. En dat Engelse neefje was juist nog weer besmettelijker. Dus daar maakten zich echt ook zorgen voor. Juist ook bij jongeren leek dat ook besmettelijker te zijn. Nou, daarom zijn die scholen toch alweer langer dicht dan we eigenlijk hoopten en wilden. En nu in de politiek is ook weer gezegd door de ministers, ja, we hopen echt dat op 8 februari de scholen weer zouden kunnen opengaan. Dus nou ja, laten we hopen en bidden dat dat het geval is. En iedereen in de politiek is er wel over eens. Als er weer verantwoord iets kan, dan zou dat eigenlijk als eerste wel de scholen moeten zijn. Die weer meer ruimte krijgen voor de leerlingen en voor de leraren en voor de ouders thuis. Dat is toch best ook pittig, hè? Ook voor ouders om kinderen les te geven. En zeker ook nog weer, als je bijvoorbeeld heel erg klein woont, misschien velen van jullie die wonen lekker ruim, dan is het heel makkelijker soms weer te doen dan dat je bijvoorbeeld heel klein woont, wat ook soms juist in de grote steden nog weer is. Dat je nog weer een klein flat of zo alleen maar hebt. En nou ja, als je dan ook nog met z'n allen op elkaars lip zit, is echt heel pittig. Dus sterkte nog allemaal, zeg ik ook tegen de ouders die meekijken. Heel goed wat jullie ook doen in deze tijd. En heel pittig, wat natuurlijk ook wel dit werk voor velen van jullie is. Ook niet je dagelijkse kosten om op deze manier bezig te zijn. Dus respect en heel veel sterkte daarbij. En ook complimenten aan de manier waarop meesters en juffen hier allemaal mee omgaan. Petje af. Ik vind het ook echt heel knap. Ook allemaal weer met online en zo. En bellen met leerlingen. Wat je daar allemaal over hoort. Hoe jullie ook echt allemaal daar nog je voor inspannen. Is echt helemaal top. De volgende vraag van Noëlle Thijssen. Nu met corona zijn er heel veel eenzame ouderen. Zorgt die avondklok dan niet voor nog meer eenzame ouderen? En wat zou je daar dan aan kunnen doen? Ja, dat is een mooie vraag. Ik zei net al dat juist ook alle maatregelen hun nadelen hebben. Hè? Het heeft een voordeel als je zegt scholen gaan dicht, winkels gaan dicht. Dan betekent dat er minder kans is om het virus te verspreiden. Maar het heeft ook weer nadelen. Bijvoorbeeld dat ook mensen nog weer eenzamer kunnen zijn. Die bijvoorbeeld hun huis niet uit kunnen. Nou, en dan vind ik het dus ook ontzettend belangrijk dat we die mensen ook met elkaar proberen te helpen. En jullie vraag is ook, wat zou u daaraan kunnen doen? Nou, ik kan daar zeker ook in de politiek mijn best voor doen om ook de minister te zeggen van zorg dat u ook zoveel mogelijk mensen aanmoedigt en gemeenten helpt
gemeentebestuur om te kijken wat zij ook kunnen doen. En tegen kerken zegt van kunnen jullie ook wat doen voor eenzame mensen. Gelukkig doen ze dat ook. En ik kan dat zelf ook doen. Maar jullie ook als kinderen en jullie ouders. Om ook te denken van hey, ken ik eigenlijk ook mensen die het misschien best moeilijk vinden dat ze niet naar buiten kunnen of maar weinig bezoek krijgen. Dat die dus ook eenzaam kunnen zijn. Stuur eens een kaartje of een tekening. Dat kan echt heel fijn zijn voor mensen. Dat ze ook weten dat er aan hen gedacht wordt. Of misschien kan je ook eens een keer, of doe je dat al wel, beeldbellen met bijvoorbeeld een tante of een opa of oma. Of noem maar op. Waarvan je zegt van nou, die heeft misschien, die woont bijvoorbeeld alleen. En die heeft ook niet zoveel andere mensen die op bezoek komen. Beeldbellen kan ook. Wat ik al zei. Boodschappen doen voor iemand. Dat is ook gewoon heel praktisch wat je kan doen. Kan je misschien nog ook op even bij de deur nog een praatje maken. Natuurlijk wel op veilige afstand. Oog voor hebben. Dan gaan we nu verder met een vraagje van de Willem Telingsschool. En dat is het volgende filmpje over de avondklok. Goedemiddag, meneer Van der Staaij. Mijn naam is Hendrik Bouw en ik werk op deze leuke school, de Willem Telingsschool in Achterberg. En ik ben meester hier van groep 7. Natuurlijk, het is thuisonderwijs, dus de kinderen zijn niet op school. Maar wel ontzettend leuk dat u de kinderen een uurtje les hoopt te gaan geven. Daar zijn wij heel erg blij mee. En de kinderen hier in Achterberg hebben ontzettend hun best gedaan om een aantal moeilijke vragen voor u te stellen. Ik zou zeggen, luistert u maar naar hen zelf. Ik ben even Maria en ik heb een vraag voor u. Wat vindt u van de avondklok? Oh, mijn naam is Henk Kruideman en ik wil later vrachtwagenchauffeur worden. Maar wat zou u worden als u niet in de Tweede Kamer zat? Hallo, ik ben Julia. Ik zit hier op 7 en ik wil deze vraag aan u stellen. Vindt u het nodig dat de kinderen door de corona niet naar school kunnen? Ja, dankjewel. Wat een mooie vragen. Ja, wat vinden we van de avondklok? Nou, ik zei al, we hebben 95% van de maatregelen steeds gesteund. Maar de avondklok, toen het debat erover was, zeiden we van nou regering, wij vinden eigenlijk dat de nadelen daarvan, ook bijvoorbeeld voor eenzaamheid en mensen die daardoor het extra moeilijk hebben om ook met anderen contact te hebben, dat de nadelen eigenlijk zwaarder zijn dan de voordelen. En daarom hebben wij deze maatregel niet gesteund. Maar ik vind, nu die maatregel er gekomen is, en ik begrijp het natuurlijk ook heel goed wat de bedoeling is, gaan we daar niet de hele tijd over bakkeleien van, nou, u had naar ons moeten luisteren, maar zeggen we nee. We gaan ook nu zorgen met elkaar, zo werkt dat in een democratie, wat er uitkomt. Nou, dat is wat wij vonden van die avondklok. Wat was u geworden als u niet de politiek was ingegaan? Ja, dat soms, jullie hebben misschien ook allemaal je ideeën. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal nu in je hoofd hebben, wat je later wil worden. Dan loopt het toch weer heel anders. Hè? Toen ik in groep 8 zat, had ik in mijn hoofd om, ik wilde eigenlijk zendeling worden. Iets met de Bijbel heb ik altijd belangrijk gevonden. Als kind hield me dat al bezig. Dus ik dacht eigenlijk wel zendeling, maar ook wel een beetje in de zorg had ik ook wel iets mee. Dus ik dacht, ik droomde eigenlijk wel een beetje van, zou ik niet zendeling dokter kunnen worden? Mensen helpen en iets over de Bijbel vertellen. Maar nou niet in de politiek was gegaan. Ik was al wel toch later iets anders gaan doen. Rechten, was ik misschien toch wel iets daarmee gaan doen? Ik weet het niet. Maar er zijn heel veel dingen die ik ook mooi vind om te doen en ook fijn vind. Dat we niet allemaal hetzelfde willen. Dat is gelukkig, hè? Heb je er wel eens over nagedacht? Dat het eigenlijk fantastisch is dat de een heel graag voor de klas wil staan, de ander in de zorg wil. Dus ik hoop dat jullie echt allemaal zelf iets mogen vinden wat je eigenlijk leuk vindt om te doen. Waar je iets mee kan betekenen voor andere mensen. En waarvan je denkt van ja, dat is eigenlijk wat de Heer ook voor mij op mijn pad heeft gebracht om te gaan doen. Dat hoop ik, dat jullie dat allemaal vinden. En
De laatste vraag dan. Vindt u het nodig dat kinderen door corona niet naar school hoeven? Ik begrijp het dat die maatregel ook genomen is. Dat kinderen door corona niet naar school hoeven. Maar ik vind het wel heel jammer en moeilijk. En ik hoop dat dat snel anders kan zijn. Dan tot slot de vraag. Tot slot over corona bedoel ik. De vraag over de vraag van basisschool uit Punthorst. Wat zijn de gevolgen van corona op de lange termijn voor onze maatschappij? Nou, dat is ook goed over nagedacht. Een mooie vraag. De gevolgen voor de lange termijn. Ik zou denken, dat kan ook wel heel anders zijn dan wij nu denken. Maar wat je kan afvragen is, zouden we nog steeds zo heel veel reizen als dat we nu doen met elkaar? De hele wereld over. Zou dat toch niet wat minder moeten worden? Zouden we niet meer ook digitaal gaan doen? Zouden we niet af en toe zeggen van, ja, wacht eens even, in coronatijd deden we eigenlijk ook digitaal vergaderen. Misschien kan dat nu ook wel. Hoeven niet per se altijd met z'n allen weer de auto in te stappen en ergens naar een gebouw te gaan vergaderen. Niet alles hoor. Ik geloof zeker dat het gewone vergaderen, wat er ook, en gelukkig ook, vind het ook wel fijn om gewoon met andere mensen ook in de ogen te kunnen kijken. He, zoals ik nu ook wat mis, dat ik niet bijvoorbeeld aan jullie gezichten kan zien van, oh, dit vinden jullie leuk, of dit vinden jullie een beetje moeilijk, of dit vinden jullie een beetje saai. Snap je? Dat mis je allemaal wel, dat je ook een beetje de gezichten kan zien. Dus, en dat is toch weer wat lastiger. Je ziet de gezichten wel met digitaal vergaderen, maar toch, je bent wat verder van elkaar vandaan. Je kan toch moeilijker de gezichtsuitdrukkingen zo soms zien, met al die kleine poppetjes daar op dat scherm. Nou, voor de economie zou het ook allemaal gevolgen kunnen hebben voor hoe wij ons brood verdienen. Trouwens, al die steunmaatregelen voor die bedrijven en zo, dus die vinden het goed hoor, maar die moeten ook wel een keer terugbetaald worden. Dus nou, dat is ook best nog wel een zorg. Het zou best kunnen zijn voor de lange termijn dat we die virussen niet zomaar weg zijn. Iedereen doet wel eens een beetje van, nou ja, even de kies op elkaar en alles voorbij. Misschien moeten we ook in de politiek wel eens meer nadenken. Hoe moeten we nou ook leren leven met misschien wel meer virussen die opduiken? Eigenlijk als ik in mijn geschiedenis, je hebt ook geschiedenis op school, hè, geschiedenisboeken zie ik eigenlijk dat we heel veel besmettelijke ziekten hadden in het verleden. Pest, cholera, noem alles maar op. En nu denken we misschien vanuit een aantal jaren waar het niet zo was dat het allemaal voorbij is. Maar dat is denk ik wel eens een beetje te makkelijk gedacht. Nou, weet je, ik kan er nog lang over doorpraten. Maar ik heb nog wel 11 vragen staan en nog een kwartiertje. Dus ik moet een beetje op mijn tijd gaan letten. En ik ga wat korter en bondiger proberen te antwoorden. Maar de basisschool in Punthorst, ga er maar eens een keer een les aan wijden om na te denken over hoe de wereld over corona er wel eens heel anders uit kan zien. Filmpje 7 van de Jan de Bakkerschool uit Woerden. Dag meneer Van der Stij. Wij zijn Justine en Frederike van Thor en vinden het leuk om u een vraag te stellen. Wij zijn 11 en zitten op de Jan de Bakkerschool in groep 8 van de Jan de Bakkerschool in Woerden. Wij kijken wel eens debatten, zoals het debat over het coronavirus en het debat over de toeslagenaffaire. Dat vinden we erg leuk. Daarom hebben we een vraag voor u. Welk onderwerp vindt u het leukst om over te debatteren en hoe bereidt u zich daarop voor? Dag, dag. Ja, wat ik het leukste vind om over te debatteren? Nou, laat ik eerst beginnen met de tegenovergestelde, wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Is als ze gaan praten, het maakt nog geen eens uit over welke onderwerp, maar als ze een beetje elkaar gaan uitschelden of zo, dat vind ik gewoon niet leuk en niet goed. Dus ik vind debatten eigenlijk leuk als ze gewoon mooi laten zien waar partijen voor staan, waar je ook naar elkaar luistert en waar je ook nog eens een keer verder kan komen. Dat er ook iets gebeurt. Dat niet alleen maar een beetje de hele dag zwam is. Dan vind ik jammer. Dat het echt gewoon een mooi debat is, waar het echt ergens over gaat. Zoals ik vroeger spreekbeurt trouwens op school ook wel leuk vond om te doen. En welke onderwerpen? Nou ja, onderwerpen die eigenlijk ook mijn hart hebben, vind ik het leukste. Bijvoorbeeld Israël, of over de zorg, of over justitie en politie. Nou, dat vind ik wel mooie onderwerpen om over te debatteren. Dan over... maar bedankt ook aan deze tweeling is het volgens mij voor deze mooie vraag. Dan naar de vraag van Arwin, Marise en Rodé Reineveld.
waarom zijn boeren belangrijk voor de SGP? Nou ja, er zijn heel veel redenen voor te geven, maar als ik er drie zou moeten noemen. De boeren zijn belangrijk voor ons voedsel, voor ons dagelijks eten. Wat zouden we op ons bord hebben zonder de boeren? Twee, de boeren zijn belangrijk voor het geld dat we in Nederland met elkaar verdienen. Hoe zouden we al die coronamaatregelen kunnen betalen? Als we niet het geld hadden wat ook de boeren verdienen en daarmee belasting betalen, dat we weer goede dingen kunnen doen voor de mensen. En drie, de boeren zijn ook goed voor de banen. Achter elke boer staan heel wat banen, mensen die hun werk ook weer vinden. Nou, zomaar drie redenen waarom dat wij de boeren een warm hart toedragen. Nu een vraag van Matthias' broer. Hoe vindt u het als mensen het totaal niet eens zijn met u? Zoals over abortus. Nou, als mensen het totaal niet eens zijn met mij over bijvoorbeeld, ik noem maar iets, of nou de weg aan de ene kant van de rivier moet worden aangelegd, een snelweg, of aan de andere oever van de rivier moet worden aangelegd. Dan vind ik het eigenlijk niet heel erg als we daarover van mening verschillen. Want ja, ik heb wel mijn mening erover, maar het is niet dat ik daar nou weer echt van wakker lig. Maar bijvoorbeeld abortus wat je noemt, ja, dat is wel, vind ik, heel erg. Want het gaat over bescherming van leven. Het gaat over de geboden van de Here. Dus dan vind ik het heel verdrietig als mensen daar echt heel erg van mening over. En Lois van Dieren, wat doet de SGP eraan om de opwarming van de aarde te verminderen? Ja, ook een belangrijk punt, daar praten we ook veel over in de politiek. Het is waar, door broeikasgassen die in de lucht komen, allerlei gassen. Daardoor zie je dat de aarde uiteindelijk ook opwarmt. En dat opwarmen heeft allemaal ook weer nadelen, soms hele ernstige. Voor bijvoorbeeld dat ook weer de ijskappen smelten, de zeespiegel omhoog komt. En bijvoorbeeld, noem maar iets, in arme landen overstromingen zijn waardoor mensen weer overlijden. Of dat er ook weer het weer allemaal nog weer heftiger wordt. Bijvoorbeeld meer droogte komt in landen. Dus er zijn echt wel serieuze redenen om die zorg serieus te nemen van de opwarming van de aarde. Kijk, dan zeggen we wel als SGP, wij moeten niet denken dat wij even zo aan de thermostaat kunnen draaien en dan lossen we alles wel op. En we moeten ook wel nadenken hoe we daar nou gewoon op een verstandige manier mee aan de slag kunnen gaan. Maar daar hebben wij wel allerlei maatregelen voor. Bijvoorbeeld, wij vinden dat vliegen duurder moet worden. Hè, want vliegen is ook allemaal weer uitstoot van gassen. En het is eigenlijk toch veel te goedkoop dat je voor een paar tientjes duizenden kilometers kan reizen. Dat klopt daar. Dat je van het vliegen komen te zitten. Andere maatregelen. Het is ook belangrijk dat wij energie besparen. Want hoe meer energie gebruiken, ook weer meer broeikasgassen. Als dat gaat op de manier waarop wij nu ook onze energie komen. Van bijvoorbeeld ook de kolencentrales, de verbranding van kolen. Of noem maar de andere manieren op. Olie verbranden. Dus dan zie je dat dat ook belangrijk is. En dat steunen wij ook als SGP. Daar maken wij ons ook sterk voor. Dat we andere manieren van energie krijgen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn wind en zon, maar ook kernenergie. Andere manieren van energie. Duurzame vormen noemen we dat van energie. Maar ook zuiniger met energie. Schoner en zuiniger dus. Dat is wat we steunen. Ja, dan een vraag heel anders van Laura Feijer. Wat is het grappigste wat u ooit hebt meegemaakt op uw werk? Nou, dat denk ik niet per se aan debatten, maar ook soms aan hele grappige, maar ook wel een klein beetje enge gebeurtenissen. Dat ik op een avond in de winter, gebeurt dat wel eens, naar mijn kamer loop vanuit een debat en dan roets, zie ik ineens wat wegschieten in mijn kamer. Het is een beetje een oud gebouw waar wij zitten. En er zijn nogal wat muisjes in de buurt. En dan roetst er weer zo'n muis door mijn kamer. En dan is het nou, ze zeggen wel eens een kat-en-muis spelletje. Dan zie ik af en toe weer zo'n snuitje daar ergens achter een kast vandaan komen. Denk ik, blijf maar lekker weg. En wat ik eens een keer grappig, maar ook wel een beetje eng vond. Toen betrapte ik ook weer eens een muis op mijn kamer. En die liep in plaats van hard van me weg, hard naar me toe. En toen dacht ik van, nou, gekker moet het niet worden. Ik hou niet van brutale muizen.
Ik vind wel dat als er muizen zijn, liever niet, dat ze wel snel... Dan gaan we nu naar een filmpje van Joelle Mulder. Hallo meneer Van der Staaij. Vraagt u wel eens advies over politieke dingen aan uw vrouw? Doeg! Ja, dankjewel. Mooie vraag. Vraagt wel eens advies over politieke dingen aan mijn vrouw? Zeker. Mijn vrouw die heeft een opleiding gedaan als verpleegkundige. En die is nu nog weer verder aan het leren als psycholoog. En allerlei dingen waar zij mee te maken heeft, vroeger in haar werk of nu in haar vrijwilligerswerk of bij een stage. Daar hebben we het dan over. En geeft mij dan ook wel eens advies of ik vraag advies over dingen die bijvoorbeeld met de zorg te maken hebben. Van je, nou, ik zou meer geld daar naartoe laten gaan of ik zou dat anders aanpakken als politiek. Dus dat is heel fijn dat ze ook dat advies geeft. En weet je, misschien ook nog iets heel anders. Weet je, waar ik ook heel veel steun heb aan mijn vrouw. Dat is namelijk als ik bijvoorbeeld dingen zelf wel eens moeilijk vind. En bijvoorbeeld als ik heel veel lelijke of boze mails krijg van mensen. En nou ja, soms is het ook wel eens zo'n onzin wat mensen zeggen en dan beginnen ze zo te schelden. Nou, daar raak ik ook echt dan niet verstreek van hoor. Dan denk ik van nou, laat maar. Maar soms misschien als iemand wel eens, nou best met een aantal dingen wel met je eens is. En dan ineens heel erg oneens. Dan vind ik dat best eens vervelend. Ik vind het natuurlijk fijn als mensen ook gewoon, zeker als ze ook weer van de Bijbel willen uitgaan. Als je dan met elkaar eens bent. En ik vind het altijd best moeilijk als dat een keer niet lukt. Gelukkig lukt het heel vaak wel. Of je kan gewoon op een goede manier ook van mening verschillen met elkaar. Maar nou ja, als mensen daar wel boos over zijn of vinden dat je iets niet goed doet, dan vind ik het ook fijn om met mijn vrouw daarover te kunnen praten. Dat is ook heel belangrijk. Een paar leuke vragen, dus blijf nog even hangen. Dit is de vraag van Anne-Linde Koemans. Wat doet u als de regering een beslissing wil nemen waarvan u weet dat de Heere daar verdriet van heeft? Nou, wat een mooie vraag ook. Als daar dat soort onderwerpen zijn, en die zijn er zeker wel in de afgelopen jaren dat ik in de politiek zit geweest. Als ze bijvoorbeeld zeggen van, euthanasie. Dus ook dat mensen aan het einde van hun leven, als ze al ziek zijn of dement zijn, dat die een spuitje kunnen krijgen. Dat vinden we heel erg, want dat is niet zoals de Heere zegt, mijn tijden, zoals de Heere zegt, dat onze tijden in zijn hand zijn. En dat we er niet zelf over mogen gaan en werken. Bidden is heel belangrijk. We moeten maar niet te veel mopperen over de politiek. Maar die tijd die we daaraan besteden, kunnen we veel beter aan bidden besteden. Of de Heere wil geven dat de dingen anders gaan, als het niet goed gaat. En werken. Aan de andere kant, proberen de goede argumenten naar voren te brengen om te zeggen nee, maar dat is niet goed. Dat moeten we niet doen. Bidden en werken. Groep 7 van de stadhouder Willem Drieschol uit Hendrik Ido Ambacht. Hoeveel stemmen krijgen jullie meestal bij de landelijke verkiezingen? En hoeveel kans is er op dit moment voor jullie om te winnen? En als jullie winnen, wat zijn dan jullie plannen? Ja, hoeveel stemmen? Je snapt, dat is niet altijd hetzelfde. Er komen weer nieuwe stemmers bij. Jongeren die 18 zijn en dan weer mogen stemmen. Er vallen weer mensen af. Mensen die overleden zijn. Er kunnen ook mensen zijn die natuurlijk van mening veranderen. Die de eerste ene, zat het zo rond de 200.000 stemmen. En we zien dat het door de jaren heen gelukkig allemaal ook weer SGP gaan stemmen. Hoeveel kans is er om te winnen? We hebben nu 3 zetels. Hè? En laten we ook eerlijk zeggen, we zijn echt al heel blij en dankbaar bij alle veranderingen in de politiek en alle onderwerpen die er spelen, als we die 3 zetels weer zouden mogen houden. Maar nog mooier zou zijn als we nog een extra zetel erbij zouden krijgen. En nou, echt denken dat wij de beste partij zijn die je kan stemmen. Dan nog heel veel kansen hebben om dat te vertellen, hopelijk de komende tijd. Dan hopen we dat dat gaat lukken.
En als we nog zetels zouden winnen, of een zetel zouden winnen, wat zijn dan onze plannen? Daar heb ik dat eigenlijk al eerder over gehad, weet je wel, met dat ABC van abortus en belastingen en christenvervolging. Nou, om er nog maar eentje aan toe, goed voor de opwarming van de aarde, maar ook in strijd met het gebod, juist om die rustdag in ere te houden. Het is niet goed voor de mensen, omdat ze opgejaagd te zijn. Dus... Hallo, wij zijn Lois en Febe. En onze vraag is, wat gaat de SGP doen om de achterstand van kinderen te verminderen? En wilde ook de hartelijke groeten doen aan onze lieve vader Christoffer. Hey, wat leuk, jullie ken ik. Lois en Febe, want jullie vraag van je dochters... hij zei, nou, ik wist er niet van hoor, welke vraag ze gingen stellen. Dus goed dat jullie dat met elkaar verzonnen hebben. En je kan dat best zonder papa mooie vragen stellen. Ja, wat gaan wij doen om die achterstand door corona te verminderen? Nou, allereerst willen we dat nu natuurlijk zoveel mogelijk lessen ook door kunnen gaan. Ook digitaal en op andere manieren, met thuiswerken en lesgeven, omdat ook sommige ouders te weinig geld hebben, bijvoorbeeld laptops voor de kinderen, dat ze daar ook in geholpen kunnen worden. Dat ze ook goed thuis dan wel digitaal onderwijs kunnen krijgen. En daarnaast, als hopelijk straks weer de scholen open zijn, dat er ook nog extra geld naar de scholen gaat om ook weer bijlessen en zo te kunnen geven. En kinderen kunnen helpen die een beetje achter zijn gaan lopen. Dat dus. Ga ik nu naar vraag 10 van groep van De Ronde Maat in Rijssen. Merkt u dat andere partijen ook naar u luisteren? Ja, gelukkig wel. Is het niet zo dat ze ons maar de hele tijd laten praten. Gelukkig merk je dat ze vaak ook wel bereid zijn om naar ons te luisteren. Maar luisteren, dat weten jullie ook wel, hè? Je kan wel eens luisteren, namelijk horen wat er gezegd wordt, maar toch iets anders doen. En dat betekent niet dat wij altijd ook onze zin krijgen of dat er gedaan wordt wat we zeggen. Maar gelukkig zijn er ook wel voorbeelden te noemen waar wij plannen maken en dat er ook wordt gezegd, ja, dat is een goed punt van de SGP. Hè, als ik bijvoorbeeld een eigen voorbeeld noemde, net noemde ik al een voorbeeld van meneer Stoffer, maar als ik een eigen voorbeeld mag noemen, zei ik pas ook, regering laat ook die scholen voor speciaal onderwijs, waar ook jongeren die niet naar een zeg maar, gewone school kunnen gaan, omdat ze bepaalde beperkingen hebben, die zouden toch eigenlijk ook wel nog iets meer leerlingen ook moeten kunnen toelaten. Die zouden eigenlijk toch ook eerder open moeten zijn. En dan zei de regering, ja, dat is eigenlijk een andere partijen, dat is eigenlijk wel een goed punt. Gaan wij ons ook nu nog extra voor inzetten? Nou, ik hoorde gisteren al dat er iemand al gebeld was door de onderwijsinspectie naar de school van, kunnen jullie ook nog niet meer leerlingen toelaten? Nou, daar was ik blij mee. En dan de laatste vraag. Nou, dat is ook wel een hele leuke vraag. En dat is, wat is uw grootste blunder? Ja, weet je waar ik aan moest denken? Een blunder? Dat ik best al een tijdje geleden hoor. Ik was ook wel een beetje, wel een lange debat gehad. Ik was ook wel een beetje moe. Ik vond het ook wel fijn dat het bijna vakantie was. En ik ging 's avonds laat naar de parkeergarage van de Tweede Kamer om mijn auto in te stappen. En nou ja, ik zet hem altijd in een, of meestal in een bepaalde hoek van die parkeergarage neer. En auto weg. Dus ik kijk, heb ik hem dan toch ergens anders gezet? Heel die parkeergarage doorgelopen en nog een keer doorgelopen. Niet te vinden. Moet hij gestolen zijn? Dus ik dacht al, nou, ik ga de politie bellen. Maar toen dacht ik nog eens een keer heel goed na. Dacht ik, oh, maar wacht even. Ik ben vanmorgen met de trein naar daarna gekomen. Dus logisch dat mijn auto hier niet staat. Dus ik vond het eigenlijk wel een blunder. Dat ik daar niet eerder aan gedacht had. Nou, dat was een leuke slotvraag. En dan zijn we daarmee alweer aan het einde gekomen van het vragenuur. Leuk dat jullie allemaal gekeken hebben. En ik hoop dat jullie ook nog een beetje plezier kunnen hebben met de andere lessen vandaag, als die er nog aan zitten te komen. En heel veel sterkte, zeg ik ook tegen de ouders en tegen de leerkrachten. Bedankt voor het kijken. En als jullie het leuk vonden om hier te kijken, hebben de mensen van het campagneteam nog tegen mij gezegd dat ik tegen jullie moet zeggen, geef dan ook nog een duimpje omhoog. En als je vaker van filmpjes van SGP wil zien, dan kan je ook abonneren op ons YouTube-kanaal door op de abonneren-knop te klikken. Vanavond
is er ook voor de ouderen weer om 19:30 een uitzending van Studio SGP, waarin we het gaan hebben over waardig ouder worden. Welkom om ook dan weer te kijken. En voor nu, tot ziens!